Een hele goede morgen. Vandaag hebben we logopedie. En ik ga Jordi zo klaarmaken daarvoor. Dat hebben we via de tablet. Hebben we dat. En Liam heeft hele verhalen. En nou ik dat film, zeg je natuurlijk helemaal niks. Liam die heeft anderhalf uur geslapen. En die is alweer wakker. Maar hij is wel hartstikke vrolijk en hij is lekker aan het spelen. En ik heb een half uurtje geslapen. En ik ben nu heel eventjes aan het uploaden. En ik ben even aan het kijken hoe Liam aan het spelen is. En volgens mij krijg ik een koortslip. Dus het zij zo. Moet ik wel uitkijken met het kindje natuurlijk. Dus daar ben ik eigenlijk voornamelijk mee bezig. En straks komt picknick. Dan hoef ik ook niet voor naar de winkel. Dus ik ben lekker thuis vandaag. Ik voel de kleine wel heel veel lekker schoppen. Dus dat is alleen maar mooi. Nou, mijn boodschapjes zijn binnen. Ik ben met Jordi bezig geweest. Die heeft buikpijn van heb ik jou daar. Dus straks moeten we heel eventjes met dat ijzeren ding in zijn achterste. Om hem te kunnen laten poepen. Dus ik had Niels al gesproken. Niels die zei al van ik probeer op tijd thuis te zijn van het werk. Dan kunnen we in ieder geval er iets mee doen. En deze vent heeft net zijn flesje gehad. En dan ga ik zo duidelijk eventjes met je grote broer een oranje drinken, hè. Ja. Hij doet ook als hij moet niezen. Dus, nou. Oh, je bedoelt... Ja, dat is heel mooi. En je hebt een nieuwe mobiel, hè? Dat is jouw mobiel, hè? Hangjeugd. Altijd met de mobieltjes bezig. Even dorie. Moet een keer de mobiel wegleggen. Wat? Ja? Mama's moedervlek. Wat is er? Moet je erbij kijken? It's real, volgens mij. Oh, baba. Nou. De kindjes zijn lekker aan het spelen. En filmpjes staat aan. En zijn lekker gewoon bezig. Ik heb er geen last van. Ik ben ondertussen mijn aardappels aan het koken. Mijn eitjes aan het koken. Mijn jus heb ik al gemaakt. En we eten spinazie. Alle crème natuurlijk. Wat? Oh, echt waar? Nee. Dat meen je niet. Oh. Oké. Waar ben jij nou?
Ik ben nu even op zolder. Ik heb één lampje. Niels komt mij even helpen. Want ik heb één tas met kerstspullen. Ik heb alles hierin gepropt. Tegen de camera, Niels. Die hoort mij nu beter omdat er een gat hierin zit. Maar ja, ik ga even die tas aan Niels geven en dan kan ik even wat kerstdingetjes gaan doen. Het zijn de tuinbakmaker bij Kruidvat. Alle kerstdecoratie, kerstballen, verlichting en kaarten. Tweede halve prijs. Ik ben bezig met de kerstboom. Hij hangt al vol, maar ik ga hem nog vol hangen. Kindjes liggen lekker te slapen. Niels is sporten. Dus ik kan lekker mijn gang gaan. Maar ik ga hem nog even wat voller hangen. Want ik heb nog genoeg ballen. Maar het is wel apart. Ik ben gewend met een hele grote boom. En nu moet ik het doen met de helft, denk ik. Maar ja, ik wil dit jaar gewoon lekker heel vol mijn boom hebben. Dus dat gaan we regelen. En mijn boompje is af. Ik heb hier ook lekker alles versierd en gedaan. En ik heb hier ook gewoon een lekker gezellig hoekje gemaakt. En dat is wel de kerst die ik heb. Meer ga ik niet doen aan kerst nu. Misschien als het kindje weer wat ouder zijn dat ik meer ga doen. Maar nu niet. Ik ga hier heel eventjes verder opruimen. Maar eerst eventjes mijn kerstboom filmen. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi net wakker gemaakt. Hij heeft net zijn flesje op. Hij zit nog even lekker te knuffelen en nieuws te kijken. En even wakker te worden. Ja. Liam die is gisteravond verkouden wakker geworden. Die is nu aan het spelen in de box. Die was al om... hij is om 2 uur wakker geweest. Om... 4 uur en om 6 uur of zo is hij weer wakker geworden. Toen hebben we hem om 6 uur bij ons in bed gelegd. Dan hebben we nog een uurtje met hem zitten spelen en doen in bed. En daarna zijn we naar beneden gegaan en hebben we hem een fles gegeven. En ik heb net ook de fysio gebeld van ja, Jordi is gewoon normaal. Nou, zo normaal ziet hij er nu niet uit, maar hij is echt net wakker. En ik zeg, Liam, die snottert, ja, wat zijn de richtlijnen als je broertje snottert? Dus dat wist ze ook niet, dus ik heb nou net ook weer terug... Ja, dat vind ik ook. Dus ik heb net ook weer een berichtje teruggedaan van Jordi is naar mijn idee gewoon normaal. Ja, meestal is Jordi daarna wel weer de lul, zeg maar, om het even cru te zeggen. Ja, ik wacht heel even haar antwoord af. En ondertussen is hij lekker nieuws aan het kijken. Nee, jongen? Ja, hij vindt. Ja. En mama zit hem lekker te kroelen tussendoor. Moet ik nog even zijn luier doen. Ik denk, als ik die nou doe, dan moet ik hem dadelijk weer doen. Dus het heeft geen nut. En bij mij is mijn koortslip aanwezig. Dat hij maar goed barst, dan kan ik er met alcohol op. Dan droogt hij snel uit, ben ik er gauw weer vanaf. Ja. Het staat. Wat goed van jou, Lily.
Liam, laat je broer eens met rust. Nee, je moet je broer met rust laten. Klein ettertje dat je er bent. Liam. Nee, je moet je broer met rust laten, Liam. Jordi is keilief aan het spelen en hij gaat iedere keer dit doen. Maar nou doet hij het zachtjes, maar dat deed hij toch behoorlijk lomp. Hey, niet je broer Corrie. Hallo? Liam, nee. Nee. Mama zegt dan nee tegen Liam. Zeg dan nee. Pas op jij, hè, snotneus. Nee, ga jij hiermee spelen? Of hiermee spelen? Dat wordt nog wel met de Bambix-bende hier. Liam die heeft geslapen en die is nou net een half uurtje wakker. Ik heb hem zijn fruitje gegeven. Jordi heeft brood gehad. En Jordi gaat zo lekker naar bed. En Liam die zit heel eventjes Nijntje te kijken. Ben doen, Liam. Heb je alles op de grond gegooid? Of hè toch? Nou, jullie hadden gezien dat de kinderen of aan het slapen waren, fles kregen. Ja, ze zijn nog steeds wakker. We hebben Jordi geholpen met poepen. En die zit nou in de box. En die is aan het spelen. Ik ga zo zijn luier nog een keer controleren. En dan krijgt hij een flesje en dan gaat hij zijn nest in. Liam die lag te slapen en die is nu inmiddels weer wakker. Want zijn snotneus was zo erg dat, ja, dat was gewoon niet te doen. Dus die heb ik net nog uitgezogen en gedaan. Ja, niet direct met mijn mond aan zijn neus, want ja, dat. Nee, ik heb zo'n zuigding en nou. In ieder geval een heel vies klusje, maar ja, hè, ik doe ook poepklusjes, dus dan kunnen de snotklusjes er ook nog wel bij. Maar goed, ja, dat dus. Niels is was nog eventjes met de trap aan de gang gegaan, die is niet thuis. Dat betekent niet dat ik het niet alleen af kan natuurlijk. Maar ja, makkelijk is het natuurlijk niet. Dit betekent ook dat ik dus geen ups en downs kan editen vandaag. Want ik ga ervan uit dat die twee nog eventjes wel wakker zijn. En mama's goede, lekkere, stevige armen nodig hebben. En ja, dus dat editen dan ga ik vandaag gewoon weg niet redden. Het is nu 9:30. En ja, dus... Ik moet ook een keer mijn nest opzoeken. En ik moet hier ook nog eventjes opruimen en doen. En, ja. Dus ik ben bovenal moeder. Ik ben niet, zeg maar, een professioneel vlogster. Dus de gezondheid van de kindjes staat bij mij sowieso voorop. Dus ik ga gewoon vandaag afsluiten. Ik ga gewoon met mijn kindjes verder. En daar mijn tijd aan besteden. En zorgen dat het hun aan niks ontbreekt. En voor de rest kan ik niet meer doen dan dat. Een hele goede morgen. Of ja, nou ja, goed. Gisteravond is Niels naar huis gekomen, want ik zei, het gaat zo niet goed komen. Jordi die was aan het zeuren, ik had Liam. Liam wou niet op zijn buik, wou niet op zijn rug, wou helemaal niks. Dus, Niels is thuis gekomen. Ik zeg, wil jij Jordi heel eventjes naar bed brengen? Nou, hier is Jordi naar bed gebracht. Hij is lekker gaan slapen. Dat is ook allemaal helemaal geen issue geweest. Nou, toen kwam het hoor. Meneertje Liam, Niels die was hem aan het verschonen. En ik zei tegen Niels, geef hem maar een zetpil nog.
Ik zeg, dan weet ik zeker in ieder geval dat het werkt, want hij had geen koorts, niks. Dus ik zei, dan weet ik zeker dat het allemaal een beetje aan het werken is. En ja, dat toch de scherpe kantjes voor hem eraf zijn. Nou, gedaan. En Niels wil hem oppakken. En hij spouwt me toch alles onder hier. Mijn gordijnen, mijn muur, mijn radiator, de vloer, de hele aankleedkussen, alles helemaal onder. Dus, nou, hij zelf ook natuurlijk helemaal onder. Dus we hebben hem opnieuw gewassen, we hebben hem opnieuw aangekleed, alles gedaan. En uiteindelijk toch nog een flesje gegeven, weliswaar met maar 90 milliliter erin, zodat hij in ieder geval iets binnen had. Dat hij toch net wel vocht eventjes, want hij had echt veel gespuugd. Nou, dus dat hadden we gedaan en hij is uiteindelijk in slaap gevallen. Toen ben ik hier alles gaan schoonmaken. Wat hij is ondergespouwd, gordijnen ervan afgehaald. Zegt tegen Niels, ja, zeg ik, voor mij hoeven de gordijnen ook helemaal niet meer terug, want ik ben er helemaal klaar mee. Of Jordi schijt het onder, of Liam doet er iets mee. Ik ken er elke keer weer uitwassen. Dus ja, ik zeg, het is klaar nou. Dus de gordijnen liggen boven, die was ik wel nog uit, daar wel. Maar ja, die komen waarschijnlijk niet meer terug. Ja, ja, je krijgt een hapje. Lars, je moet er wel nog een knoopje in de ballon, anders vliegt hij weer weg. Nou, Jordi krijgt nu fruitje, Liam die krijgt zo dadelijk een flesje. Omdat dat valt allemaal wat lichter. Gisteren heeft hij ook elke keer gekitst nadat hij iets gegeten had dat zwaarder viel als een fles. Dus hij krijgt daar gewoon lekker een flesje. Bij Jordi deed ik dat ook altijd als hij ziek was. Dan was het heel eventjes geen fruithapje en alles, maar gewoon een fles. En dan werkte het tot dan toe, zeg maar. Bij Jordi werkte het altijd het beste. Aangezien Liam nog niet zo vaak ziek is geweest, kan ik dan ook geen antwoord op geven wat het beste werkt. Dus dat is voor mij ook uitproberen. Maar dan weet ik in ieder geval dat hij voldoende vocht binnenkrijgt. Dus dat sowieso. Ik heb ook gelijk eventjes naar het ziekenhuis gebeld. Van, ik heb twee kindjes die. Eentje is beginnend verkouden, de ander is verkouden. Ik zeg, hoe moet ik dit doen? Ik zeg, moet ik nou de afspraak afzeggen? Of, ja, hè. Zei ze van, nou, zegt ze, kinderen tellen niet mee. En als jij gewoon een fatsoenlijke oppas hebt die met jouw kindjes, waar jij vertrouwen in hebt, die met jouw kindjes kan zitten. Ja, die heb ik. Ja, zegt ze, dan mag je gewoon komen, zegt ze. Dat is geen enkel probleem. Ze zegt, want kindjes tellen niet mee. Die kunnen het niet overdragen. Nou, ben ik daar niet van overtuigd dat... Ik ben niet van overtuigd dat kindjes het niet kunnen overdragen, laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat kindjes het wel degelijk kunnen overdragen. Omdat meestal in een gezin, als er één iemand verkouden is, dan volgt de rest ook. Dus ja, ik ben van mening dat dat dus niet het geval is. Maar goed, oké, prima. Hun hebben gezegd van, dan kun je gewoon komen. Nou, dan kom ik gewoon. Ik heb zelf geen klachten afgezien van mijn koortslip. Maar ik heb in allebei mijn zwangerschap heb ik een koortslip gehad. En dan zei ik ook tegen haar, ik zeg van, nou, ik ben bekend met koortslippen in de zwangerschap. Dus sowieso bij Jordi heb ik die gehad. En zei ze van, nou, zegt ze, ja, een koortslip, dat is geen, symptoom van corona. Dus ze zegt, je kan gewoon komen hoor, zegt ze. Dus, ja. Ze zegt, en kinderen zijn nu toch allemaal verkouden. Tja, dat is ook zo, zeg maar toch. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik toch kom en dat er wordt gezegd, ja, maar je had af moeten bellen. Dus dat heb ik gedaan. Ben je allemaal aan het doen, Liam? Bent uitspoken? Liam? Ja? Ben je aan het doen? Hey! Hey!
hele goede morgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, omdat ik gewoon zo'n ziek kindje had. En uiteindelijk heb ik hem 's middags in slaap gekregen. En heeft hij wel heel de middag geslapen. Kon ik eventjes naar het ziekenhuis doen, want ik had een echocontrole. Jordi is ook aan het snotteren. Tante Bianca had gisteren even opgepast. En nou vanochtend al garen. Hij zit zo vol. Ik heb hem met helemaal leeg geslurpt met snot. Ik heb Jordi heb ik behandeld voor zijn verkoudheid. Jordi wordt namelijk weer op een andere manier behandeld als dat Liam behandeld wordt voor zijn verkoudheid. Dus ja, dat doen we. En ze zijn zo verkouden. Oh, garen. Hij zat ook echt helemaal onder de snot en het plakte allemaal. Dus ik heb alles helemaal af staan doen. En schreeuwen was het hoor, schreeuwen. Alsof de hel er was. En nou is hij even lekker zijn flesje aan het drinken. Hé, jongen. Ik kijk heel even hoe het vandaag gaat met alles. Of dat hij vandaag ook weer een flesdag heeft. Hij is echt niet lekker. Goed gedaan. Nou, ik ga heel even verder koelen met mijn kindjes. Oh, wat is het dan? Kun je nagaan, hij huilt nergens om, hè? Als hij nergens last van heeft, dan is het heel de dag lachen en doen. En nou is het heel de dag huilen om alles. Een kleine vent. Daar zitten ze hoor, twee snottekontjes. Ja, mannetjes. Het gaat wel steeds beter samen, moet ik zeggen. Dat wel. Ja, ik heb hem net in bed gelegd. Hij is zo ziekjes. Hij heeft gelukkig geen koorts, dat niet. Maar ik ben ook niet koortsgevoelig, dus. En ik kan toch heel ziek zijn. Dus, ja. Hij voelt zijn eigen echt beroerd. Ik ga zo Jordi lekker zijn flesje geven. Dat hij ook lekker naar bed kan. Hij heeft vandaag wel super goed geboekt, onze Jordi. Dus dat is mooi meegenomen. Dan ben ik daar weer blij om. Dus ik ga even verder met Jordi. En dan heb ik pauze. Eventjes. Jordi ligt in bed, maar die is nog wakker. Maar ik ben even lunch aan het maken voor mezelf. Ik eet riefkoek. Voor de mensen die dat niet kennen, dat zijn een soort rusty aardappel dingetjes. Maar dan dunner en ik vind lekkerder. In ieder geval zijn een soort aardappelpannenkoekjes. En dit is Duits. Dus daar ben ik even aan het maken voor mezelf. Niels die is vanochtend getest via een sneltest van zijn werk. Want die is ook opgestaan met echt snot. En die is gelukkig negatief. Dus hier heerst op dit moment geen corona. Thank God. Dus ja. Je hebt niet alles altijd voor het zeggen natuurlijk. Als het wel zo was geweest, hebben we pech. Maar dat is dus niet zo. Dus we kunnen gewoon onze dingetjes doen die we moeten doen. Wel natuurlijk uit blijven kijken. Maar ja, in ieder geval dat dus. Ja, ik ga heel even zorgen dat ik ga eten. Want ik moet er even echt mijn rust voor nemen. Ben je wakker? Ben je weer wakker? Hij is nat de kant. Ja. Maar Billy kan je slapen. Ja. Had je even met mama samen geslapen, hè? Ja. Ga je mee naar beneden? Ja. Gaan we even naar beneden? Nee, dat is naar boven. Dat gaan we niet doen. Hij was straks dus wakker geworden. Jordi lag ook al te slapen. En hij was nog steeds heel erg moe. Toen ben ik met hem heel eventjes in ons bed gaan liggen. Toen zijn we even samen in slaap gevallen. En toen weer schrok ik weer wakker. En ik moest plassen. Dus heb ik hem even rustig in bed gelegd. En is hij rustig wakker geworden. Hé, jongen. Ja. Ja.
Ik hou van jou. Ja. Jordi ligt nog steeds te slapen, dus die laat ook even lekker slapen. Ja, de grote broer heeft slapen nog, hè? Ja. Jordi is inmiddels ook wakker. En die heb ik om moeten kleden, want hij had voor de tweede keer heel goed gepoept. Dus dat is super goed van hem. En nou zit Liam, die zit in de box te spelen. En Jordi zit lekker een filmpje te kijken. Zitten we even samen. Hé jongen, werd je geschopt door je broertje? Hij zit in mijn buik te duwen. Hij werd geschopt door zijn broertje. Nou, ik ga eventjes met Jordi verder een filmpje kijken. En dat hij lekker zijn drinken opdrinkt. Ik heb deze keer soep gemaakt voor hem. Lekker tomatensoepje. En dan dat hij lekker, gewoon omdat hij niet lekker is, vindt hij lekker soepje. Niels, hoe was het testen? Ja, daarna moest ik gelijk niezen. Maar het deed geen pijn of zo? Nee, het is gewoon een gemeen gevoel. Het is vervelend. Mm-hmm. Ja. Jij ligt er ook al bij, hè? Je hebt wel binnen een kwartier de uitslag. Ja, dat wel. Snel testen, hè? Mm-hmm. Daar betaal je ook voor, hè? Tenminste, jij niet, je werk. Mm-hmm. Maar daar kon ik wel lekker weer gaan werken. Ja. Inderdaad, dat klopt. En hoefde niet bang te zijn op besmettingen of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Liam heeft net zijn flesje gehad. Jordi is nog even een filmpje aan het kijken. Die ga ik zo dadelijk martelen. Want die moet ik zijn neus doen. En dat is niet prettig. Dus dat ga ik dadelijk even doen. Liam gaat zo dadelijk naar bed. Mm-hmm. Ik wilde ze eigenlijk in bad doen, maar het lukt me niet. Het lukt me echt niet. Het zijn de energievreters vandaag. Vandaag wel, ja. Huh? Kleine hooligan. Nou. Lekker stukje, hè? Is een lekker stukje. Ons knap ventje, hè? Ons liggen lekker te slapen. Maar iets wat ik nog eigenlijk moest vertellen was, hoe was het eigenlijk gisteren bij de gynaecologie in het ziekenhuis. Dat is eigenlijk allemaal goed. We hebben ook een echo van ons kindje. Dus ja, het doet gewoon super goed, hè? Toch, papa? Gelukkig wel. Ja. Ja, voor de rest gaan we deze ups en dan afsluiten. Kindje ligt te slapen. En ik heb gelukkig even kunnen editen. Ik heb nog niet zo opgeruimd. Maar ja, morgen weer een dag. Dus ja, dat zei je zo. Dan maar een keer anders, hè. Normaal ben ik continu bezig. Maar nou gaan we gewoon lekker op tijd naar bed. Hè, Niels? Slapen. Maar jij bent ook niet lekker, hè? Nee, ik ben verkouden. Zonder corona. Zonder corona, ja. Klopt. Maar goed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.